Trek je dit vanavond aan? Ja, schat, dat is mijn pyjama. Dan geef je de pyjama gewoon niet aan. Ik heb ook geen pyjama aan. Ik heb geen pyjama, ik zeg je heel eerlijk. Wat? Je gaat naakt slapen? Dat denk ik wel, ja. Luister, je kijkt echt alsof je de zware bent van het geschrokken. Wat is er mis met mijn pyjama? Eerlijk. Beeldig. Ik zal het niet erg vinden als jij zegt van, hey schat, weet je, ik wil gewoon met vrienden wat gaan drinken of zo. Weekendjes weg, vakanties. Weekendje weg? Met je vrienden? Ja? Nee schat, dat gaat het niet worden. Nee. Die vragen meenemen, schat. Ja, dat doe ik niet. Nee. Nou ja, zeg. Hij is zo schattig. Ik hoop niet dat hij alleen maar wilt neuken. Zullen we sashimi eten? Dat lust ik niet. Ik prop ze naar binnen of ik vreet ze op. Ja, hoe denk jij over plastische chirurgie? Wat lekker, Gerard. Leuk? Was je niet aan moeite kopen? Nee, dat denk ik niet. Oh, ik had geen tieten, dus ik heb ze gekocht. Wat een goed idee. Een ongelooflijk domme zak dat ik daar zelf niet aan gedacht heb, zeg. Maar wat voor maat borst heb je nu dan? Schat zelf? Je hebt toch zin in hot top? Wat is er, schat? Ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen van jou. Zijn je nou serieus in je broek te snuiten? Gaat goed? Nee. Gasten, jij zegt echt gewoon echt tijdens eten over mijn tieten. Maar? Kom maar, heb jij dan? Ja, je wilt wel goed over mijn tieten praten. Gaan we het ook over jou naar praten? Nee, van mij zie je niet. Heb je ook groepseks gehad? Nee. Jawel, heb je ook gewoon gehad. Schei uit, man. Kunnen we dit eruit knippen voor de jongen? Ja, tuurlijk. Want je bent heel egoïstisch. Ja, dat ben je heel goed. Ja? Dat heb ik al gemerkt. Klein beetje. Ja, zeker. Wij gaan elkaar belemmeren, denk ik, in de toekomst. Dat is het probleem. Hey joh, abonneer even. You used to call me on my cell phone.